Leuk dat je weer kijkt naar een nieuw filmpje in de reeks Atlas Theater bij jou thuis. Mijn naam is Bert en vandaag ga ik samen met jullie een truc doen. Een truc met behulp van een veter. Nou, wat je verder nog nodig hebt is een rietje en je hebt nodig een schaar. Nou, laten we bij het begin beginnen. We gaan het vetertje door het rietje heen doen. Van de ene kant van het rietje naar de andere kant. Je drukt als het ware de veter door het rietje heen. Dan komt hij aan de andere kant er weer uit. Nou, dan heb je het vetertje door het rietje. En nu komt het mooie. Je vouwt het rietje dubbel. En met behulp van de schaar gaan we knippen. Knippen in het rietje. En wat gebeurt er dan? Nou, je voelt hem aankomen. Je hebt twee stukjes riet. En nu ook twee veters. Maar het mooiste komt nu. Want blaas je tegen het rietje. En je pakt het vetertje beet, dan kun je laten zien dat het mogelijk is om de veter weer heel te maken. En die kun je weer gebruiken voor je volgende truc. Dan nu de uitleg van de truc met de veter. Want hoe is het mogelijk? Hoe kun je nu een veter in tweeën knippen en uiteindelijk toch weer heel maken? Ik ga je vertellen hoe dit werkt. Wat je namelijk nog nodig hebt is een mesje. En misschien moet je ouders zometeen even vragen om hulp, want een mesje, ja, en scherpe voorwerpen blijft natuurlijk gevaarlijk. We gaan allereerst namelijk een sneetje maken in het rietje. Een snee van ongeveer 10-15 centimeter. Van hier naar daar. Zo. Als het sneetje erin zit, dan kun je namelijk zien dat je het rietje kunt openvouwen. Nou, dat is het geheim van deze truc. En doe maar eens stap voor stap met me mee. Wat we van tevoren namelijk doen, is we stoppen het vetertje door het rietje heen. Van de ene naar de andere kant. Nou, nu komt het. Als je hem dubbel vouwt en je trekt aan de veter, let op, dan schuift hij naar onderen. Kijk, nu zit hij namelijk onder in het rietje. Je houdt je hand ervoor, je trekt aan de veter en je zegt, let op, ik ga het rietje door midden knippen. Nou, je weet nu... Hier is geen veter meer te bekennen. En het rietje kun je dan daar ook door midden knippen. Wat er nu gebeurt, is dat de veter tussen het rietje hangt. Maar je houdt daar je hand op. En zo kun je laten zien dat je twee rietjes hebt. En dus eigenlijk ook twee veters. Je hebt de veter kapot geknipt. Nou, nu zet je de veter, de rietjes weer tegen elkaar. Je blaast. En dan trek je de veter uit het rietje. En kun je laten zien dat de veter... helemaal heel is.